schoolreis was met het vierde jaar naar Brussel, weet ik, of naar Lille. Toen was er op de bus Jump Up, dat ze aan het afspelen waren. Dat was het jaar dat ik draai, als DJ. Dus ja, daar is het eigenlijk een beetje allemaal begonnen. En dan heeft dat geëvolueerd op zomerkamp met Kazoo. Daar waren er jongens die daar geïnteresseerd in waren. Dus ja, dan heb ik dat meer liedjes beginnen op te zoeken. En dan heb ik draaipaneel gekocht en zo is het eigenlijk allemaal begonnen een beetje. Sommigen zeggen van ja, het is gewoon naar knopjes draaien of zo. Maar sommigen zeggen dan van ja, amai, chic dat je dat kan doen of zo. En ja, dat is wel zeer moeilijk om te doen. Maar sommigen zeggen dan ook van ja, als je daar een beetje aan oefent, is dat super makkelijk. Dus ja, maar ik vind het persoonlijk wel als, kunst. Black Magic. Natuurlijk, ervaring speelt wel een rol in de DJ-scene. Ja, stress. Allee, als je amateur bent, dan is er natuurlijk veel stress. Maar als je dan groter bent, dan gaat alles veel vlotter natuurlijk. Maar ik weet niet, ik denk wel, als ik soms zo ga naar feestjes van mijn genre, dan denk ik wel van, ja, ik kan dat ook, Dus ik denk wel dat ook een deel te maken heeft met connecties. Ik wil er wel nog een aantal jaren mee verder gaan, maar ik weet niet of dat dan mijn job zou kunnen zijn, voor het zo maar te zeggen. Want allee, je moet echt bij de top behoren om geld te verdienen, gepast geld te verdienen waarvan dat je kan leven. Het liefst zou ik eigenlijk met mijn studies, waarvoor dat ik gestudeerd heb, daarmee zou ik eigenlijk een job willen vinden. En daarmee mijn kost verdienen, zoals dat ze zeggen. Maar als het gebeurt en als ik bij de top raak, dan zou ik het wel zeer graag doen, ja. Zolang dat je er genoeg passie in kan stoppen. Zolang dat je het graag doet, zolang dat je er genoeg passie in kan stoppen. Zolang dat je er betekenis aan kan geven, denk ik. Want, als sommige mensen zeggen, ja, kunst heeft soms geen betekenis, maar dan heeft het eigenlijk wel nog een betekenis. Dus dat is eigenlijk mijn definitie. En ik vind eigenlijk wel dat alles kunst is. Zolang dat je het eigenlijk met je eigen woorden kan verwoorden.